Beste mensen, beste partijgenoten, beste vrienden. In de derde week van september hopen wij in het Europees Parlement een expositie te organiseren over christenvervolging. En wij doen dat samen met Open Doors en diverse andere christelijke organisaties. En dat doen wij niet ergens in een achterafzaaltje, ergens op de zoveelste verdieping. Nee, dat doen wij in de centrale hal van het Europees Parlement. Daar waar dagelijks honderden collega's langs zullen lopen, medewerkers, lobbyisten. En dat doen we een week lang. En we proberen zelfs de kever, of een replica daarvan, de kever waarmee Anne van der Bijl Bijbels smokkelde naar Rusland, proberen wij zelfs als publiekstrekker het Europees Parlement in te krijgen. We zoeken trouwens nog een SGP-prominent om de expositie te openen, maar volgens mij kunnen we daar best wel uitkomen de komende week. Waarom vertel ik u dit? Ik vertel u dit omdat wat mij betreft deze expositie symbool staat voor de taak en verantwoordelijkheid die wij hebben als SGP in dat Brusselse circuit. Namelijk een glashelder christelijk geluid laten horen. Niet ergens in de marge, maar in het hart van de Brusselse besluitvorming. En dat niet alleen rond christenvervolging, maar ook op heel veel andere terreinen. En om die inbreng ook na de verkiezingen van volgend jaar voort te kunnen zetten, doen wij vandaag een duidelijke oproep ook aan u. Laten we er de komende periode met z'n allen de schouders eronder zetten. Want zoals al eerder opgemerkt, als wij onze eigen achterban voldoende weten te mobiliseren, ligt behoud van die SGP-zetel in het Europees Parlement absoluut binnen handbereik. Dat dat belangrijk is, daarvan hoef ik u denk ik niet te overtuigen. Want de tijd dat de EU zich alleen maar bezighield met wat technische afspraken over de kromming van bananen of over het eiwitgehalte in melk, die tijd is echt voorbij. Of we het nu leuk vinden of niet, Brussel krijgt steeds meer te zeggen. Zelfs over hele fundamentele onderwerpen, zoals de beschermwaardigheid van het leven en wetgeving over huwelijk en gezin. En dat gaat soms heel ver. Zo wordt er serieus nagedacht over de invoering van een Europees ouderschapscertificaat, waarmee regenbooggezinnen bijvoorbeeld in heel Europa erkend moeten worden. Ik denk ook aan de groeiende druk om alles maar genderneutraal te willen maken. Om nog maar te zwijgen over de toenemende roep om abortus als een mensenrecht op te nemen in het EU-handvest voor de grondrechten. Europa drijft steeds verder weg bij haar christelijke wortels. En als we dat zien, dan is er toch maar één conclusie mogelijk. Hier mogen wij niet zwijgen. We hebben een roeping, ook in het Europees Parlement. Betekent dit dat zelfs de SGP Brusselse bemoeienis als een gegeven gaat beschouwen en zich daarbij gaat neerleggen? Niets is minder het geval. Tegen het doorgeslagen integratiestreven, waar vele partijen helaas kritiekloos in meegaan, zullen wij ons blijven verzetten. Daar kunt u van op aan. Tegen de Europese schuldenbergen die nu worden gecreëerd. Tegen de neiging om alle problemen maar op Europees niveau te willen oplossen. En waarom moet er zo nodig een Europese digitale identiteit worden gevormd?
En waarom een digitale euro? Reken maar dat we als SGP tegengas zullen blijven geven waar dat nodig is. Diezelfde beslistheid leggen we ook aan de dag als het gaat om het zoeken naar het juiste evenwicht tussen economie en ecologie. Bij de SGP staat rentmeesterschap hoog in het vaandel. Maar bij rentmeesterschap hoort ook dat rekening wordt gehouden met het bestaansrecht van degenen die eerlijk hun brood willen verdienen met de vangst en de productie van ons voedsel, de boer en de visser. En bij de plannen van Timmermans die nu op tafel liggen, rondom natuurherstel bijvoorbeeld en gewasbeschermingsmiddelen, is dat helaas onvoldoende het geval. En over beslistheid gesproken, die zullen we zeker ook aan de dag blijven leggen, daar waar het gaat om steun geven aan Israël en het Joodse volk. Ja, we hebben onze zorgen over de juridische hervormingen, de plannen die op tafel liggen in Israël. Maar wij zien daar zeker geen aanleiding in om ons van Israël af te wenden. Integendeel, het zijn ontwikkelingen die ons juist extra aansporen het goede voor het volk van Israël te blijven zoeken. Zeker nu het land wordt geconfronteerd aan alle kanten met oplaaiend geweld. En misschien vraagt u zich af, en dat was natuurlijk ook een van de onderwerpen die aan de orde kwam in de gesprekken met het hoofdbestuur en die evaluatiegesprekken, misschien vraagt u zich ook af, weet de SGP daar in Brussel misschien ook nog iets te bereiken? Kunt u misschien ook nog concrete resultaten laten zien? Nou ja, op het risico af dat ik nu in een opscheppende sfeer terecht ga komen, toch 3 punten. Deze week stemde het Europees Parlement in met ons amendement over het aanpakken van antisemitisme in Palestijnse schoolboeken, die mede worden gefinancierd door Europees geld. En gisteren kregen we de toezegging van commissaris Verheely dat hij actie gaat ondernemen. Eindelijk. Dit blijven we absoluut volgen. Een tweede voorbeeld. Op 22 juli kreeg de Europese Unie eindelijk weer een EU-gezant voor de godsdienstvrijheid. Topdiplomaat Frans van Dalen. Wat hebben we hier samen met bevriende collega's veel tijd in moeten steken om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. En het derde voorbeeld van een hele andere orde, maar misschien toch ook wel de moeite waard om te noemen. Mede door de SGP ligt er nu een glasheldere uitspraak, een glasheldere resolutie van het Europees Parlement, waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om nu eindelijk de beschermingsstatus van de wolf een stapje te verlagen, zodat er meer ruimte ontstaat in de regio om beheersmaatregelen te treffen. Het zijn maar even 3 voorbeelden. Ik kan de lijst natuurlijk nog langer maken, maar daar zit u helemaal niet op te wachten, want we gaan zo dadelijk naar de stellingen toe en een wat interactief deel. Afrondend zou ik dit willen zeggen. Als SGP hebben we een duidelijke boodschap voor Europa. Europa, keer terug naar je christelijke wortels. En stel je dienstbaar op aan de lidstaten. En stop met het concentreren van macht in Brussel. Beste partijgenoten, we gaan een intensieve tijd van campagne voeren tegemoet. En dat doen we niet voor onszelf, maar dat doen we om te laten zien dat we dienstbaar willen zijn aan de samenleving. Ook in Brussel. Dank u wel.